Meestal zijn jullie echt heel lief, maar soms... Lief. En daar gaan we vandaag op reageren. Haatcomments, gemene dingen. Wat hebben jullie over ons te zeggen in alle anonimiteit op het internet? Ik denk dat het een hele korte video wordt. Wij krijgen alleen maar love. Ik zie een wit scherm, volgens mij is dit het ook. Bedankt voor het kijken. Nee, laten we maar beginnen. Leuk. De bank zit dus lezen haatcomments voor. Een beetje enthousiast, man. Nee, jij doet! Wij gaan ze vandaag voorlezen om jullie te confronteren dat haat niks oplost. Liefde is het beste. Ja. Oh, joh, jij bent echt dik trouwens. Sorry, dat mag dus niet meer juist. Tijd voor comment 1. Zo. Emotionele dingen. Ik dacht dat de bankzitten waren voor een ongeluk. Maar blijkbaar niet. Zou dat gebeurd zijn net in die... Ik had dus net bijna een ongeluk. Het was echt heftig. Ik was hier denk ik anderhalf minuut voordat ik hier was. En dan ging een vrachtwagen, ging zeg maar links. Dus vrachtwagen gaat links en die staat zeg maar niet meer op mijn weghelft. Dus ik rijd gewoon achter. Gaat ineens naar achter, wil die keren. Ik was van, ik kan niet meer remmen, dan red ik niet meer. Ik begrijp echt geen reet van het verhaal, maar ga door. Dus toen, ik had één optie. Toen is het snel handelen, dus ik zo... Bam, gelijk de stoep op. Dit is een kut verhaal. Heel interessant. Ik zag onderweg hier naartoe, zag ik een andere auto. Keihard door rood rijden, vol tegen twee fietsers aan. Waarvan ik er één niet meer heb zien bewegen. Maar die zijn dus hartstikke dood. Net zoals Ibi. Ibi was dood. Misschien is dit iemand die niet nep van echt kan onderscheiden. En dan een edit van Anton heeft gezien aan het einde van de video waarin wij allemaal doodgaan. En dat hij denkt, nou dat is een raar einde van de video, ja. Maar het zal wel. Zou hij vinden dat ons optreden niet per se heel goed was? Dat lijkt me heel sterk. Ja, lijkt me ook heel sterk. Hoe vond jij het gaan, Roek? Maar ik hoor geen stem. De bank zit is hamburger 5000 euro. Wederom een kutvideo. Het kantoor en het productiesleetje verneukt de content. En hashtag Koen uit de bank zit. Ik ben met 3 van de 4 ben ik het wel eens. Ik ben wel blij met het kantoor. Oh. Ik vind het trouwens wel ziek dat hij comment dit dus. En deze comment moeten we dus zelf toevoegen. Dus ik weet niet welk woord wij geblokkeerd hebben. Ja, ik denk hashtag Koen uit de bank zit. Dat jij die geblokkeerd heeft. Alles blijft hier. Ik ging hem zo viral, dus ik dacht van ik blokkeer dat. Ik vond het helemaal niet lekker. Goh, ik kan echt. Hey. Je hebt 5000 euro betaald voor je hamburger. Goh, ga je lekker quinoa en kattenstront eten, jongen. Zoek het uit. Meer smaak dan dat. En is goedkoper. Heel veel. Eerder maakten jullie wel video's die voor mijn gevoel gericht waren op een wat oudere doelgroep. Ik vind bankzitters dus sinds een tijdje voor het kantoor echt wel een beetje kindercontent maken. Met uitzondering bankzitter winnen een Zap Award. Is dat dan geen kindercontent? Het is een kinderfeest. Dat het een kinderfeest zijn. Maar Sjoerd, als jij zo typt, ben je zelf echt niet ouder dan 13. Dus dan is het toch juist goed dat je dingen voor kinderen maken. In onze laatste video hebben wij een stripper op Mattie laten rijden. Als iemand een haatcomment plaatst, weet ik veel, Milo is dik, weet je wel, dan kun je dan inkomen, want dat klopt. Ja. Je niet zo gemeentig. Nee. Dit slaat nergens op. Het slaat nergens op. Ik word boos, merk je dat? Ik ben woes! Jezus Christus, wat een verhaal. Dit kan ik niet voorlezen met mijn dyslexie. Oh, maar dit is wel eentje waar ik na de eerste zin het er al mee eens ben. Koen echt. Hey, is dit een rood Koen? Ik weet niet, man. Vroeger ging het de bank zitten niet om het geld, maar gewoon om samen te zijn. Zoals bijvoorbeeld Mattie en Robbie aanhaalden in eerdere video's. Ik weet niet precies waar dit over gaat. Nu gaat het Koen alleen maar om het geld. En dat trekt heel de groep naar beneden. Zoals tijdens de fotobingo, waarin Koen als eerste zegt dat ze ergens random lopen in België. En dat blijft herhalen. Nou, op een bepaalde tijd begint Mattie ook te zeuren. Dat soort kleine dingen beginnen me steeds meer te irriteren. PS, ik stop niet met kijken, want de andere gasten zijn wel grieplegends. Hey, Makakoes! Dat natuurlijk helemaal klopt. What the fuck? Wij worden hier met z'n tweeën hier even naar beneden gehaald. Ja, we worden met z'n tweeën mee. Besef, als we een fotochallenge doen en Roel zegt, ik heb het meer gevonden. En vervolgens moeten we een half uur naar dat meer lopen en een half uur terug. Omdat hij dat verneukt heeft. Dan zijn we gewoon boos op Raoul. Maar ik vind het wel jammer dat inderdaad gasten zoals Mattie bijvoorbeeld. Ja, andere gasten niet, dat zijn natuurlijk grote legends. Die laten zich meesleuren. Ja. Dat vind ik ook jammer, ja. Ja, dan zitten ze elkaar naar beneden te rimmen eigenlijk. Ja, die rimmen elkaar helemaal de negativiteit in. Dat geld is meer jouw ding. Ik vind dus dat ik de laatste tijd veel minder obsessie met geld dan 3 jaar terug. Vind je niet? Ik las het ook verkeerd voor, ik kan het nog wel een keer voorlezen. Ik begin Koen echt vervelend te doen. Hoe hij denkt dat bank zit toch niet om het geld? Mamma mia, er zijn serieus mensen die dit een goed liedje vinden. Dit is niet slecht, dit is gewoon pure bakker. De reacties van al die jongens hieronder kunnen alleen maar van compleet gezopen hersenen komen. Die vent is ook fucking oud of zo. En gaat niet echt een vader, gaat dit commenten? Ja, dat weet ik niet hoor. Vroeger werd de muziek van de Beatles door eerdere generaties ook gezien als pure bagger. Zo heeft iedere generatie zijn voorkeuren. Als ik zou zeggen dat dit een banger is, dan zou je vast niet weten wat ik bedoel. Ja, Jochem vergelijkt ons even rustig met de Beatles. Die snap ik niet helemaal. Hey, dit is hem. Ik heb al mijn geld terug gehad. Maar ja, als je schulden hebt, maak je schulden. Stel je bent een man van in de 70. Jongen, die vent is 40. Ja, jongen. Prima, mijn huis is hartstikke kaal. Je loopt met je eigen domheid te kopen. Ja, maar stel je klikt het aan, je bent 50 en dan ga je zo'n comment plaatsen. Ja, maar hij denkt dat dan het een soort van de muziek van de nieuwe generatie is, toch? Maar dit is gewoon een soort van grappie. Kijk, hij weet niet wat het is, maar het is een absolute banger, mensen. Het is echt een wereldnummer. Mensen gaan denk ik heel veel haatcomments plaatsen, omdat ze dan denken dat ze in de volgende video dan hierin komen, weet je wel? Hey, maar we maken er maar één. We maken er maar één. Daarna maken we nooit meer een video over haatcomments. Positieve comments. Positieve. Positieve. We maken een video over positieve comments. Laten we
wel achter, beneden en abonneer. Is hij belastinginspecteur? Bah. Jezus, ook dat nog! Hij protesteert tegen de Belastingdienst. Mijn vriend. Maar stel je gaat als inmiddels 58-jarige man deze comment plaatsen bij je blik. Maar wat denk je dan? Kijk, als je kinderen zou hebben, dan zou je die misschien wel leuk vinden, zou je het begrijpen. Maar geen vrouw wil je! Volgende. Oh, je kan echt voor geen meter filmen. Ik ben ook helemaal geen cameraman. Dit was achter de schermen naar de karaoke. Ja, toen was jij zo bezopen. Je zou zeggen dat op het moment dat jij super bezopen bent, dat op zich voor je parkers het allemaal wat vloeiender gaat. Nee, maar wat is vloggen met 5 mensen is lastig. Ga nou niet helemaal breakdown en dat boeit toch niemand. Jij kan toch wat slechte filmen? Als jij had filmen, je gaat lachen, je had zo. Nee, ik kan ook niet filmen. Ik kan echt niet filmen. Goeie comment, ja, inderdaad. Hij heeft gelijk. Maar we hadden wel gezopen daar. Dat helpt natuurlijk ook niet mee in de filmskills. Dat zou kunnen, ja. Teun van de keuken. Jezus, komt die gozer weer? Is dit de Teun van de keuken? Ik durf nu al te zeggen dat deze video gesponsord is door de Burger King. Echt belachelijk dat ze er geen ad bij zetten. Nee, dit is vast een meme. Het is een meme. Voor de mensen die niet door hebben, Teun van de Keuken is die gast van dat item over Vito. Dat we die video van de McDonald's gesponsord was. Er kwam een televisieprogramma en daar was een kind. En die heette Vito. Heet die echt Vito? Nee, hij heette geen Vito. Hij was wel dik. Hij had het fysieke voorkomen van een Vito. En hij zei dat hij door onze video's wel eens getriggerd werd om te eten. Bijvoorbeeld als ze dus alles bestelden van de Mac. Maar had wel een ziekte in zijn hypofyse of zo. Dat hij had onbeperkt honger of zo. Hij had een soort hormoonmister die waardoor zijn honger gerend werd. Zou ik ook zeggen. En toen zei die Teun van de Keuken, dat was de presentator van dat programma, die zei van ja, zo'n gesponsorde video van McDonald's in samenwerking met de bankzitters. Die video was helemaal niet gesponsord. We zeiden letterlijk, oh, deze burger is echt smerig. Nou, dat zou je echt niet zeggen in een gesponsorde video. Fuck Teun van de Keuken! Fuck you! Bij de GameState video was dit een comment van Noah Meerkerk. Hoeveel geld zouden ze hiervoor uitgegeven hebben? Of zou het weer een sponsortje zijn? Fuck de GameState ook! Luister, wij komen daar bij de GameState. Nou, dat is echt goede reclame. En dan krijgen we niet eens die dingen gratis. Die passies, ja. We moesten gewoon betalen, toch? Pauper. Als het een sponsor was, zou dat erbij staan, want dat moet van de overheid. Kijk, als je nou bij die hamburger van 5000 euro zegt, oké, maar dit is echt een hele goedkope video. Kijk, dat jullie het logo veranderen is begrijpelijk, door die reden die je noemt. Maar het gaat meer om het nieuwe logo. Dus als je het nieuwe logo neemt, moet je wel even meer moeite in stoppen. Als ik Sam opschrijf, dan vind ik het ook tering lelijk. Maar goed, dat is je naam. Het is ook geen logo. In principe is het wel een logo. In principe is het wel een logo. Ja, in principe is het geen logo. Ik vind dit een veel mooier logo dan eerst. Ik ook 100%. Zullen mensen zijn die andere veel mooier vonden, mensen zijn die deze veel mooier vinden. Ja, maar hier staat ook niet bankzitters op de bank. Het is gewoon de vormgeving. Waar ik me vooral aan stoor is dat hij zo negatief over Luke is, want Luke is echt een legend. Maar ik waardeer het wel heel erg dat hij zei het is logisch dat jullie het logo hebben veranderd. In deze video is te zien dat ze meerdere keren zielig doen als een veeggat. Daar is. Eten zien of meo ten eten. Eigenlijk is dit best wel disrespect. Vegetarisch eten. Je zegt niet ineens goed. Is ook lekker omdat het vegetarisch eten is. Betekent niet dat het niet lekker is. Ik ben zelf niet vegetarisch, maar ik heb al meerdere keren vegetarisch gegeten. Hoe vaak moet een vegetarisch zeggen? Nee, kom. Het was lek! De planeet is verstoord, jongens. Even een beetje stilte voor de planeet die wordt. Daar staat er een fik achter ons uit die planeet. Kijk hem branden. Moet je kijken. Dat egeltje, dat gaat helemaal, dat staat in de fik helemaal. Wacht, ik pak die egel even. Word jij ook triggered als mensen inderdaad zinnen gebruiken als ik ben niet vegetarisch? Nee, ik doe dat zelf ook wel fout. Nee, waar ik triggered van word is dat jullie er niet voor openstaan. Maar ik vind ook oprecht goedkoop kip van de appie vind ik echt niet lekkerder dan van dat vleesvervanger. Goed verhaal. Waarschijnlijk tijdens dat je dat comment zit je spek te vreten ofzo. Van varkens die verdronken worden in kokend heet water. Denk even na bij jezelf, hè, voordat je ons gemene dingen zegt. Vieze varken ingesmeerd met stroop. Dit vind ik alweer leuk. Dit vind ik wel om te lachen. Dit varken gaat niet verdronken worden in kokend heet water. Wat is dit, joh? Hij heeft hier wel een punt, dit is helemaal geen haat. Jezus, wat ziet Rob eruit als een homofiele snolle bollekes? Op de video van Jezus kopen elke reclame. Nou, wat hij bedoelt. Die kruidvatjas vind ik niet je beste keuze. Nee, die kruidvatjas was niet de beste. Die heb je ook maar één keer aangehad, volgens mij. Hey, wil jij nog iets zeggen over snolle bolletjes of is dat nu niet echt een moment? Ja, brand hem even af, hoor. Kom op. Rob Kims, als jij nou reageert op mijn 538 interview met... Hey, lieve snolle bolletjes van me. Moet ik je nummer opnemen met de bankzitters? Ik repost dat. En als wij dan vervolgens zeggen, hey Rob, ben jij er dan wel echt klaar voor om een WK-banger uit te poepen? Ben jij down? Wil jij die hit? Ben jij down? Ik heb down. En dan heel snel gezegd, hey Rob, ons planning ziet er iets anders uit, maar bedankt voor het vragen. Goed, snolle bolletjes. Dan ben je gewoon tegen een MV die voorbij loopt zeggen, wat ben je lelijk. Terwijl je zelf ook niet echt volle zalen trekt en je dus nog lelijker maakt. Hoeveel tijd heeft deze persoon bespaard door MV te typen in plaats van mevrouw? Die tijd hoor, dan zit hij nu lekker in Bali van de chiller. Hij zegt dus eigenlijk dat Koen een lelijke persoonlijkheid heeft. Ja, en lelijk uiterlijk, zegt hij. Ja. Hij maakt hem dubbel op. Ja. Ja, maar waarom zit deze comment dan in? Ja, het klopt ook gewoon, het is helemaal geen haat. Mevrouw, je heeft waarschijnlijk de video niet gezien. Mocht je hem wel gezien hebben, mijn excuses. Koen, het is 5 maanden geleden dat je nog een video hebt gemaakt dat niet op iedereen
iets reageren is. En dat was dan je weekvlog 1. 2 is nooit gekomen. Wat een kwaliteit. Schoen. Maar heb je nog ambitie om iets anders te maken? Ja, ja, ja. Ik ben nu bezig met 2 video's die niet reageren. Dus mensen, stay tuned. Sick content coming up. Martijn van Dam, die voice-over zijn nog cringier dan Lang Leven de Liefde. Hé, hey, dat is echt positief naar mij. Hè? Mijn voice-overs zijn ook niet goed, moet ik zeggen. Ik kan niet voice-over. We hebben ook geen goede microfoon. Nee, maar ook ik heb geen goede voice-over stem en nee, ook geen intonatie. Even een vraag, heb je dan liever een voice-over die niet wij is? Nee, ik denk het niet. Denk het niet, hè? Maar laat even weten in de comments hieronder. De comments. Er was een tijd dat Roelie de video's leuker maakte. Hij vindt hem nu ouder en zeurend worden. Zeuren, dat klopt zeker. Waarom zeur je dan zoveel? Nou, ik ga steeds meer met jullie om. Koen die zeurt de hele tijd, Matt die zeurt de hele tijd en ik zeurt de hele tijd. We maken echt kutvideo's, man. Maar hij is wel ouder geworden, daar kun je niet omheen. Ja, en zeuren ook wel meer. Dat weet ik niet, maar ouder kun je niet omheen. Nee, je gaat toch automatisch meer zeuren als je ouder wordt? Ja, je haat op alles en iedereen, behalve op jezelf. Nee, dieren en Belgen, dat is de enige. Ja, en vegetarisch eten. En vegetariërs. En op de rest? Nee, de rest sta ik wel echt wel voor open, hoor. En is de Bobby wel. Zo even Roel gesproken. Zo dan. Hé, hey, sorry, maar Raoul heeft inderdaad het minste gevoel van toonhouden. Ja, nee, dit klopt. Ja. Bij 100.000 likes maken we een nummer zonder Rob en Raoul. Oh, dat hebben we al gedaan, baldadig. Dat was niet echt een tune. Dus we hebben ze toch blijkbaar wel nodig. Jij zei het bij 5 release reacties, vond ik dat je dat goed zei. Ja. Wij zitten wel echt met z'n tweeën onderaan. Ik vond het wel jammer dat je dan zei, Robbie of ik. Terwijl dat je goed weet dat je het eigenlijk wel zelf bent. En ik daar inderdaad. Nee, suiker kruipen is heel lekker, man. Nee, dat ik daar net boven zit. Maar het is zeg maar wel, zeg maar, wij staan met z'n tweeën onderaan. Maar jij wel echt onderaan en ik dan net boven jou. Maar ook onderaan. Ik laat eens even hun gang gaan. En dan net daarboven komt de rest. Ik vind het wel mooi dat je dan een soort van toch dan net te veel trots hebt om... Je zat normaal net te boven. Ja, ja, ja. Zeg maar, we zijn allebei heel... Hier? En dan wij hier, maar ik wil net te ja, boven. Ja, maar dat is toch goed? Want ik geef net te boven. Ik zeg net boven jou staat. Prima, jongen. Nee, maar zo, jij nam mij mee zonder reden. Ga lekker zuipen tot de kruipen nog een keertje. Ja, jij nam mij mee zonder reden. Er zit dus wel een reden. Nee, ze vroegen wie is het slecht. Dat was jij. Alleen, je moest wel even zeggen, maar Rob is ook heel slecht. Dat klopt, dat klopt. Ik ben hard hier aan het trainen voor en die zweet live. Dit is gejank. Dit is vreselijk. Ik vind het ook niet echt een haatcomment dit. Ja, gewoon gesproken toch? Ja. Jullie zijn in mijn opzicht leuke jongens, alleen het ging me net iets te ver toen Milo bijna de kat een trap gaf. Daarom ben ik teleurgesteld. Bijna de kat een trap gaf. Hij heeft het niet gedaan, Wouter. Dus dan maakt het niet uit, Wouter. Daarom ben ik teleurgesteld, jongens. Au! Nee, dat was niet jouw kat. Dat was in Utrecht beneden daar. Oh ja. Au! Gewoon nooit katten! Ik heb het toch niet gedaan? Ik heb het toch niet gedaan? Jij haat op dieren ook altijd. Dieren, Belgen, vegetariërs. Die mogen ook, als ze ambities hebben, dat moeten ze niet proberen. Linkse mensen, had je ook. Ja, mogelijk. Maar dat is hetzelfde als vegetariërs eigenlijk. Zelfde klas. Knappen. Matti, Rob, Koen, Milo, Raoul. Knappen, Koen, Milo, Matti, Raoul. Raoul en een Murtau. Nee, maar opa en oma gaming is in principe ook niet iets wat mijn doelgroep is. Wel, juist wel, opa en oma, juist wel. Het is alles aan jou is doelgroep dit. Hoe is dat Rob? Op 2 ben knap. Ik ben er op zich wel mee eens. Dat was hem. Weinig haat. En we willen geen mensen die aanzetten tot haat. We vinden deze gewoon steunbetuigingen en positieve energie, dat waarderen wij heel erg. Bedankt voor al jullie leuke en positieve reacties. Daar krijgen wij energie van. Hoe het ook werd, als dit alles was, zitten we best lekker in de markt. Ja, dat doen we best goed. Mijn idee van reageren op liefdevolle comments, die is er ook niet doorheen gekomen. Anders hadden we dat namelijk gedaan. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan op dit kanaal. En nu komt er nog een leuk liedje van Anton. Jij gaat door, je stopt niet. Jij gaat door.